Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een hele aparte krans maken. Een veel aangevraagde video, dus we gaan zo lekker aan de slag. Maar ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan, het kost helemaal niets. Maar dan blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan zorg je er ook voor dat ik deze video's kan blijven maken. Dus als je het leuk vindt om mij te volgen, zou ik het heel erg waarderen als je even op die abonneerknop drukt. En er zit helemaal niks aan vast, dus je helpt mij er wel heel erg mee. Heb je er zin in? Doe alvast even een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwwildwijnbloemist.nl. We verzenden door heel Nederland en België, Duitsland. Dus waar het naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Heb je geen Facebook of Instagram, dan kan je ook een review achterlaten op Google. Dan doe je ook mee. Maar dan gaan we nu gauw beginnen. Allereerst heb ik een oasekrans en we gaan een wat apartere krans maken. Daarvoor pak ik eerst berengras en dan pak ik even een bundeltje bij elkaar. Er mogen echt wel meerdere grassen zijn. En die maak ik aan de onderkant eerst eventjes vast met een ijzerdraad. Dat doe ik als volgt. Ik buig het ijzerdraadje zoals je kan zien. En die leg ik er bovenop. Dan heb je één korte steeltje en één lange steeltje van het ijzerdraad. En de lange die wikkel je er even wel omheen. En dan zit het mooi stevig bij elkaar. En dat gaan we dan vlechten. Vind je vlechten moeilijk, dan mag je het ook gewoon wikkelen eromheen. Dus ik vlecht gewoon zoals je normaal ook vlechten maakt. En dat mag je dit mag je zo 5 keer eerst doen. Dus 5 keer maak je een bundel van gevlochten berengras. Het einde maak ik even vast met ook een berengrasje. Die wikkel ik dan 1 keer omheen. En dan doe ik het uiteinde weer door. Dus je maakt weer een knoopje. Zo hoef je niet met draadjes of zo te werken. Dan lijkt het mooi natuurlijk. Zoals je ziet heb ik nu 5 vlechten gemaakt. De een mag best wat langer zijn dan de ander, dat geeft helemaal niets. Dan knippen we even een deel onderaan af, zodat je een makkelijk stuk hebt om te steken. Die steken we er aan de zijkant in, onderin. En je laat hem eroverheen lopen en je zet hem aan de bovenkant weer vast. Gewoon met een krammetje. En het overige gras knip je af. Vaak zijn de punten niet ook niet zo heel mooi. Dan zetten we hem iets verder. En we herhalen het. Dus deze laten we er ook weer omheen lopen. En het uiteinde zetten we weer vast. En zo krijg je een heel mooi lijnenspel. Mocht je nou denken van, ik vind dit gedeelte, ik heb hem te vroeg op draad gezet, dan kan je het draadje even iets verhogen. Dan knip je gewoon het onderste gedeelte af en herhaal je gewoon wat je in het begin hebt gedaan. Hou dan wel de vlecht goed bij elkaar, dat hij niet loslaat. Je steekt hem er weer in. Laat hem er weer inlopen. En de punten knippen we weer af.
En zoals je ziet krijg je dan wat vlechtwerk, al een heel apart stuk. Dan pakken we nog weer een bundeltje bij elkaar, waar we eigenlijk hetzelfde doen, maar dan zonder te vlechten. Dus ik zet eventjes het weer op draad. En ik doe eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan zonder dat je dan het vlechtwerk hebt. En ik zet hem dan gewoon weer vast met een krammetje. En ik knip de punten wel weer af. Aan de zijkanten doe ik dat. En je mag ook tussen de gevlochten doorvlechten weer. En je blijft gewoon elke keer werken met dat lijnenspel. Als je die basis zo hebt gezet, gaan we eerst beginnen weer met de bloemen. En ook de bloemen gaan we in lijnen aanbrengen om dat lijnenspel te versterken. Dus ik maak rijen. Zo maak ik eerst een rij van disteltjes. Rij met gipskruid en deze verwerk ik heel compact. Want we willen natuurlijk het lijnenspel er heel goed in houden. Zo werk ik ook weer tussen de lijnen door. En zoals je ziet heb je eigenlijk al een beetje lijnen gecreëerd waar je ook weer kan werken met de bloemen. Omdat je elke keer een stukje open oase hebt. En op die manier werk ik ook verder in het stuk. Dus ik kijk ook waar er lijnen van oase, laten we zeggen, weer beschikbaar zijn. En daar steek ik de bloemen in. Ik heb de oase natuurlijk goed nat gemaakt en ik snijd de bloemen allemaal goed schuin aan. Dat is altijd heel belangrijk. Hoe gaaf. En nu zie ik dat ik aan deze kant ook een mooi stuk vrij heb. Dus ook daar werk ik in een lijn. Er gaan altijd veel bloemen in een krans. Daar wordt gauw op verkeken. Ik hou ervan als een bloemstuk echt af is. En ik kijk ook eventjes als ik het erin heb gestoken of mijn lijn goed blijft lopen. En ik laat deze lijn van de roosjes ook weer terugkomen aan de zijkant van deze kant van de krans. Ga ik een lijn aanbrengen met limonium en ook deze steek ik weer compact weg. Alles werk ik echt heel compact. En dan
het pasige laat ik ook aan deze kant weer terugkomen. En de lijn mag aan de ene kant best wel wat langer zijn dan aan de andere kant. Dat maakt niet uit. Als het maar strakke lijnen blijven. En zoals je ziet, het begint er echt al heel mooi vorm te krijgen. En begin je dat lijnspel heel goed te zien. We gaan het nog even wat versterken met mooie Craspedia bolletjes. Ook deze steek je heel compact in een strakke lijn. Ik vind het mooi om de Craspedia aan de andere kant nog even weer terug te laten komen aan de zijkant. En kijk hoe apart dat is. We gaan nu de laatste stukjes opvullen met mos. Maar het is belangrijk dat je dat ook heel compact doet en met krampjes goed vastzet. Let op dat als je gaatjes opvult nu met mos, dat je niet je berengras wegwerkt. Maar dat je die juist heel goed zichtbaar houdt. Want die zorgt juist voor het spannende effect. En dat willen we. Je zult zien dat het mos wel zorgt voor rust in het stuk. En als je dat goed verwerkt zonder dat je dan boven een product werkt, dat je juist het lijnenspel heel mooi houdt. En jongens, kijk hoe prachtig. Dit wil je toch gewoon op tafel. En zoals je ziet heb je dan een hele mooie aparte krans. Met heel veel lijnenspel. En hij blijft aan elke kant spannend. Omdat je juist met die verschillende materialen en lijnen werkt. Dus daar maak je echt heel apart. Ik vind het echt een toppetje. Deze komt bij mij op tafel. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan hoop ik dat jullie het weer een hele leuke les vonden. Vond je het leuk? Laat even een leuke reactie achter. Vind ik heel leuk om te zien. Wil je graag iets zien in een van mijn video's? Laat ook vooral weten, want wie weet ga ik er dan mee aan de slag. En heb je dus iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Of laat een review achter op Google als je geen Facebook of Instagram hebt. Dat kan natuurlijk ook. Goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Deel het eventjes op Facebook. Dat zou ik extra waarderen. En dan zie je mij de volgende keer weer.